Ik heb niet precies gestoken. Maar laat uw wagen toch eens meer controleren, dan gaat hij er maar in pan vallen, hè? Je zou willen dat ik hier elke week sta, zeker? Ja. Zeg, daar kan ik niet mee lachen, zo, hè? Hoeveel is het? Vraag ik maar een doodje, de factuur ligt op mijn bureau, dat is ook niet om mee te lachen. Ja, Doortje. Ah, Carmen. Hoeveel is het? 865 frank. Wat blief? Ja. Voor die nozelbougiekes? Oh, wat een afzetter. Daar moet ik bij de boma meer voor dozen, ja. Alsjeblieft. En wat hij mij hier betaalt, dat is ook geen vette. Nee, maar je hebt toch weer al een nieuw blouseje aanzien. Dat, nieuw. Dat is al zo oud dat het weer terug in de mode is. Ja? En 135 terug. Zie mij hier eens zitten. Dat is al 100 jaar oud. Zeg, heb je de etalage ook gezien bij Splendid? Nee, schoon. Oh, schoon. Maar als ik daar blijf voorstaan met mijn Xavier, dan krijgt hij altijd van die raar steken in zijn zij. Zeg. Zeg, maar zijn we er niet ook lingerie? Zwart, mekant. Oh, ik zie liever wit. Maar ja, Pico ziet het liever als het niet verpakt is. Oh. Ik krijg nu een keer nooit zoiets van hem, hè. Ja. Maar hij vindt dat de cadeauken nuttig moet zijn. Gelijk gisteren. Gisteren? Ja, kijk. Wat is dat? Een ladyshave? Een dictafoontje, Carmen. Ah, is dat een dictafoontje? Ja. Gekregen van die gast waarvoor dat hem televisies repareert. Kijk, als je hierop drukt, dan kun je erin spreken. Oeh. Het is tof. Maar ik zou liever zwart ondergoed hebben. Oh. Zet dat af, Doortje. Zet dat ding af. Zeg, Doortje, salut. Hè. Tot in de week. Hè. Carmen. Ah. Maar ik zou liever zwart ondergoed hebben. Als ik u daar een plezier kan mee doen, Doortje. Ik wil maar zeggen, FC de Knokkers, dat zijn geen potstampers, hè, mannetjes. Pascal, geef die nog eens een pintje. Ja, de Knokkers. Ah, dat zijn die mannen van Knokken met hun frigo-boxen. Ah. Dikke, sois belle et toi, hè. Hela, 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 dat is tegen mijn dochter, hè. Voor wie was dat pintje? Hier, voor Marcel. Ah. Hoe kan ik je pintje besteld? Ik heb dat voor u besteld voor mijn tactiek uit te leggen. Voilà, hier, dat is de goal. We zullen het moeten nemen van de counter, dus bij ons van achter alles dicht. Dit is de verdediging van de Knokkers. Mooi, stevige boy. Zwijg toch een keer en luister. Pico, kom. Dat zei jij. Dat is de Pico. Je moet in het centrum blijven hangen. Blijven hangen en wachten op de voorzet van de flank. Pas op nu, hè. Je krijgt een bal toegespeeld. Doet een bal nu ook al mee? Wat onze laag. Je spurt in de diepte. En... binnen. Voilà. De hele papier. Oh nee, Marcel, je hebt er geen besteld. Barkes, je neemt dat allemaal veel te licht op, hè. De Knokkers die kunnen hier op ons veld komen kampioen spelen, dus die zullen gemotiveerd zijn, hè. Ja, maar wij zijn ook gemotiveerd, hè. School. Ja, Xavier, maar de voorzitter wil u alleen extra motiveren. Ah, ik snap het, ja. Extra. Ah, nou, dat verandert de zaak. Dit is oké, Kaars. Ja. Hoe zegt u? Meneer Bemelmans? Ja. Ja, die is hier. Een ogenblikje, ik verbind u door. Ja, telefoon. Meneer Bemelmans. Met de tremerie. Ja, meneer Bemelmans. Heeft hij de kampioenen? Ja, die ken ik. Ja, naast mijn garage hier. Ja, dat kan. Deze namiddag? Ja, dat is goed. He? Of FC de Kampioenen een goede ploeg is? Ja, dat is een heel normaal ploeg, he, meneer Bemelmans. Dag, meneer Bemelmans. Wat moet hij van de kampioenen? Ik heb deze namiddag een afspraak met hem. Misschien wil hij dat plein kopen of zo, Doortje. Ja? Zie dat je hem goed verzorgt, hè? Dat kan nooit kwaad, hè? Zeg. En een beetje lachen en zo, Doortje. Ja. Zie mij hier staan? Hé? Ja, zie het of zie het niet?
Ah, je hebt iets nieuws aan. Iets nieuws. Xavier, ik heb in geen 100 jaar nog iets nieuws, schat. Doortje zegt het ook, ik loop erbij als een slons. Weet jij wat ik allemaal nodig heb, hè? Een rok, een kleed, een blouse, een pulleke, schoenen, want botten zullen er wel niet af kunnen, hè? Een vest, een regenjas en onderbreek me niet. Ja, maar ik zeg toch niks. Je hoort schilder niet veel. En lingerie. Ik denk dat jij een ezeltje nodig hebt. Die heb ik al. Maar er komt niks uit. Zeg, maar wat krijg je nu? Is dat allemaal nodig? Zie je eens naar mijn vogels? Ja. Dat is tenminste schoon door zijn eenvoud. Oh ja. En daarom zijn we erover aan het lezen, zeker. Hé, wat is dat voor een vogeltje? Een rood borstje? En je gaat zwijgen, zeg ik. Godverdomme. Oh, dat gaan we eens proberen, hè. Ja. Hier, dat knopje. Ja. Aan de firma Autoclus. Vermits gij na herhaaldelijk en veelvuldig aandringen van onzerentwege uw rekeningen nog altijd niet hebt betaald, moet je niet verschieten als je een dezer dagen eens onverwacht bezoek zult krijgen. Dimitri, jij had een afspraak. Ah. Meneer de Tremmery? Ja, dat ben ik, ja. Mijn naam is Bemelmans. Ah, aangenaam. Ga zitten, meneer Bemelmans. Oh, ja. Ja, mijn personeel laat af en toe nog zo wel eens wat rondslingeren, hè. Kan ik u een ogenblikje spreken, meneer de Tremmery? Ja, natuurlijk. Ik bedoel, onder vier ogen. Doortje, het is toch bijna tijd. Je kunt misschien naar huis gaan. Dan kun je die plek op je blouse uitkuisen. Allee, goedenavond dan, hè. Ja, Doortje. Goedenavond. Een eerste vraagje, meneer de Tremmery. U bent toch geen bestuurslid van FC De Kampioenen? Geen beledigingen, hè. U begrijpt dus dat dit geen officieel gesprek kan zijn? Nee. U hebt niks met de kampioenen te maken en ik heb niks met de knokkers te maken. Verstaat u? Kijk, meneer de Tremmery. FC de Knokkers kan kampioen worden. Maar dan moeten ze wel winnen tegen de kampioenen. Dat kan toch geen probleem zijn? De kwestie is, ze moeten winnen met 4 doelpunten verschil. En dat is wel een probleem. U kent mensen van de ploeg. Ja, ik ken de trainer, de kipper, de spits, dat zijn klanten in mijn garage hier. Wel, als u met die 3 mensen kunt regelen dat de knokkers met 4 doelpunten verschil winnen, dan kan ik ze elk, niet officieel en niet van de club, 10.000 frank geven. Ja, ik weet niet of dat en zo goed... En voor u hetzelfde bedrag. Ja, maar toch goed genoeg om dat te kunnen regelen. Wij verstaan elkaar, meneer de Tremmery. Ja, ja. Maar, Zeg, en nog eens iets. Die lambrisering in het café, dat kan zo niet langer, hè. Dat moet iets aan gedaan worden. En wie gaat dat allemaal betalen? Maar doe het zelf. Andere mannen kunnen dat. Ja, dan had je maar de andere moeten pakken, hè. Daagt me niet uit, hè. Het enige dat ik wil is een klein beetje standing. Maar Pascal, ik begint niet uit. Enfin, laat onze pa nu toch eens met rust. Jij moet zwijgen, gij. Nee, ik woon hier. En ik ben geen kind niet meer, hè. Zolang dat jij hier woont, wel. En je gaat luisteren, hè, Bieke. En eet u een boterham op? Ik heb geen honger. Eh, wel, merci. Zeg nu ook eens iets. Ja, Pascal, dat kind heeft geen honger, hè. Ah, wel, merci. Bieke? Zeg, Oscar, een vraagje. Heb je geen goesting om iets bij te verdienen? Niet officieel en je moet er niks voor doen. Wel, merci. Pascal, ik... Dimitri, het café is gesloten. Goedemorgen. Goedemorgen. Ah, ja. Kent mens van de
Serge en de Spits, dat zijn de planten in mijn garage hier. Wel, als u met die drie mensen kunt regelen dat de Knokkers met 4 doelpunten verschil winnen, dan kan ik ze elk niet officieel en niet van de club 10.000 frank geven. Hallo Carmen, Doortje hier. Hè. Zeg, ik heb nieuws dat u waarschijnlijk zal interesseren, maar ik mag dat hier niet zo over een telefoon vertellen. Hè. Ja, ik weet dat je er niet wilt mee moeien, maar je gaat er toch van verschieten. Ja, ja, je zit heel content van die reparatie. Ah ja. Wel, Carmen, zoals afgesproken, vanavond om 6 uur bij mij thuis. En als je Pascal ziet, mocht je haar meevragen. Oké, dag Carmen, dag. Nodig je mij ook niet uit, Doortje? Hm? Nee, Dimitri, maar in gedachten zullen wel bij ons zijn. Oh, dat vind ik heel lief van u. Ja. Oké, mannetjes, met kopje spelen. Of dat je het ruimt of niet, tegen die Knokkers verlies je toch, hè? Lanceren van op de flanken! Misschien. Maar we zullen er toch voor vechten. Je kunt ook winnen zonder te vechten, hè. Wat wilde je daarmee zeggen? Niks. Ik zal het straks eens uitleggen. Oh, manneke, zo verliezen we zeker, hè. Oh, wat heb ik u gezegd? Oscar! Een paar minuutjes. We wachten nog op Boma, die heeft een belangrijke mededeling te doen. Zou die... Dat zal ook wel geen vette zijn. Sponsort jij ons dan, hè? Dimitri! Ja, maar dan zeg je zo iets, Xavier. Ah, eindelijk. Ja, zeg, Doortje, als je nu nog eens belt, dan zeg je direct waarover het gaat of je zegt niks, hè. Oh. Zeg, nu heb ik de vest van mijn Xavier verbrand met mijn strijkijzer, omdat ik er mijn kop niet kon bijhouden. Serieus? Oh. Dames. Het gaat over onze mannen. Xavier? Ja, en Pico. Wie zijn de ladyschief? Pascal, dat is een dictafoontje. Ja, kom. Lasser! Allee, Boma, laat ons eens iets horen, want we zijn bezweet. Dat zijn we van u niet gewend, waterslagen. Ja. Maar dan luister. Vanwege de belangrijkheid van de wedstrijd tegen de Knokkers heb ik besloten om u een winstpremie toe te kennen van 1000 frank. Hey, hey. En bij gelijkspel blijft het nog 500 frank. Ja. En als we verliezen, een dag schotel. Nog geen bonneke waterslagen. Voilà, wat heb ik u gezegd? We hebben maar bemoeid, ga u de trainerie. Ja. Kom maar, die premies toch niet verdiend, werk aan de winkel. Kom aan, ja. Voor trainen, kom aan. Godverde, ik wring ze een nek om, hè. Moment. Wat hebben we eigenlijk gehoord? We hebben gehoord dat ze gaan proberen om ons mannen om te kopen. Ja. Dat wil nog niet zeggen dat ze al omgekocht zijn, hè. Ja, ja, dat is juist. Ik denk trouwens dat dat niet lukt. Pico is daar te eerlijk voor. Oscar ook niet. Veel te braaf. Ja, ik zag je helemaal niet. Te stom. Oh. In ieder geval, hè, we zijn verwittigd. Mm. Ik ga de mijne toch in toog houden, zeg. Ja, en als de mijne achter me gaat 10.000 ballen durft te verdienen, hè, dan wring ik ze een nek om. Voilà. Niet blijven. Wikke, is dat puntje van mij? Maar nee, Dini. Nee, vrienden. Tactiek. De kop en de voeten, dat kunnen niet scheiden. Alweer, Oscar. Ja. 5 minuten geleden een pintje besteld. Zo gaat dat niet rijk worden, hè? Wikke, geef je nog eens een pintje. Pa, ik kan niet vliegen, hè. En kom een keer helpen, ik sta er helemaal alleen. En waar is ons ma? Naar een vergadering. Oeh, is toch al lang niet meer bij die vrouwenbond? Ik ben weg, ik ga zo. Wacht, ik geef er een. Kom. Goed, pintje. Ja. Fruitsap. En een fruitsap. Ja. Ja. Ik ga even plassen. Ik ga mee. Oscar, wat heeft die, hè? Goeie overmatch, hè? Maar die Knokkers zijn sterk, hè. Ziet je die 1000 franken verdienen? Tja, dat weet je nooit, hè, Dimitri. U Doortje, daar ben ik geweldig tevreden over. Ja, ik ook. Het zit er dik in dat ik ze bevorder. Ja, en wat wordt ze dan? Hoofd van uw personeel? Opslag of zo, hè? Oh. Zeg, Pico, van geld gesproken.
Is het nog nooit gebeurd dat ze u geld geboden hebben om een match te verkopen? Ja, dat is gebeurd. Ene keer. We stonden toen ook juist te plassen. En? Vanaf dan spreekt die man met een heel fijn stemmetje. Allee. Allee, we zullen maar niet wachten op DDT, zeker? Nee. Oh. Zeg, Bikke. Ja? Je bent toch zeker dat ons man er een vergadering is, hè? Ja, en het zal niet lang duren, dat zei ze. Bikke, uw pa bedoelt dat je eens moet gaan zien of dat ze haar valiezen niet. Wobbel, je moest toch maar niet wachten, hè? Gezondheid. Zeg, Xavier. DDT had het juist over omkopen. Mm-hmm. Niet algemeen, hè? Aha. Zeg, weet je nog toen we die gasten een pak rammel hebben gegeven toen we dat briefje van 5000 liet zien? Weet je? Ah, ja, ja. Die had een gebroken rib. Ja. En? En we hebben al zijn banden afgeladen. Ja. Alle vijf. Alle vijf? Is er nu wat overdreven? No. Ja. Wat is Dimitri? Jij ziet zo bleek. Nou, niks. Dus met mijn maag, hè. Hoi, hoi. De generale staf. Ah, Dimitri. Wat doe jij hier? Hoe wat ik hier doe? Waarom vraagt ze dat niet aan u? Van mij weet ze dat al. Zeg, mannen, het is toch raar, hè? Ik ga u eens iets zeggen. Als een kaptein over het plein loopt, dan is dat normaal. Ja. Als een majoor en een kolonel over het plein lopen, is dat ook normaal. Maar als alle drie tegelijk over het plein lopen, dan gaat er gewoonlijk iets gebeuren. Allee, wat hè? Manoeuvres. Ja, we gaan grote manoeuvres houden. Ja, ik kan het toch niet geloven. Ja, ik heb ze daar toch zien zitten, hè, Pascal. Ja, ja. Ja, wat gaan we doen? Ja. Ja. Spionage. Vanaf morgen. En wel, meneer Bijbemans, ik heb dus gesproken met de trainers, de keepers en de spits. En? Ze hadden nogal doorslaggevende argumenten. Is het ja of is het nee? Het is te zeggen... Het is nee. Nee, het is ja. Ze doen het. Geen probleem. Dat is dan geregeld. Momentje, meneer Bijbemans. Ze vroegen zich alleen af of het mogelijk was. Ja? Dus het voorschotje om de helft... Ah, nee. Nee, dat was de afspraak niet. Als de match gespeeld is, 30.000. 40? Ja, 40. Ja, maar dat is een belangrijke nuance, hè? Tot genoegen dan maar, meneer de Tremery. Ja, meneer Bijbemans. Ah, is dat niet de mooie dame die ik gisteren nog heb ontmoet? Oh, dank u, meneer Bijbemans. Uw secretaresse zeker? Ja, dat zou je zo kunnen zeggen, ja. Geld waard. Een goede secretaresse weet soms meer dan de baas. Oh ja. Ik ben ermee weg. Ik loop een lijntje mee. Inderdaad, meneer Bijbemans. Ja, geen slechte training vandaag, mannetjes. Beter dan die van gisteren, zou ik zeggen. Oh ja, Marcel, een detailje. Als je nog eens over de bal stampt, hè. Zorg dan tenminste dat die schoen goed vast is. Zie je niet? En dan nog eens iets. We moeten er meer in vliegen, hè. Want die knokkers gaan overal vertellen dat ons verdediging van karton is. En dat onze keeper alleen een bal kan tegenhouden als ze hem toevallig in de weg loopt. Ja, dat is waar. Maar dan ga ik ze iets laten zien, hè. Ik laat er geen ene binnen zijn. Geen ene. Nog niet voor 10.000 vrij. Hoi, ik ben eens curieus. Voilà, nu weten we hoe de vork aan de steel zit. Oh, zeg. Pascal, uw krijgsplan. Ah. De laatste niet-modelletjes. Ik zie het. Het is de moeite waard. Hoi. Zeg, is er iemand dood? Pieke, jij mag naar de cinema. Maar ik wil niet naar de cinema. Ja, studeert aan uw nieuwe cursus Frans. Ik ken alles. Bieke, ik wil eens onder vier ogen spreken met Doortje en Carmen. Begrepen? Ja? Zeg dat dan, hè. Ah. Zeg. Oeh, kom Pascal. Ik heb al gekozen. Ja, welk? Ja, Maxime? Kijk, dat rokske. Dat is al een goeie 6.200 frank. Mm. En dan heb ik hier nog een pulletje en nog een blouse. Voilà, dat is 5.000 zoiets. Dan kom ik al op 10.000 frank. Maar ja? Krijg ik die 150 frank? Welke 150 frank?
Wel, voor de cinema. Ja, maar je gaat toch niet naar de cinema? Dan kan ik ze sparen, hè. Zeg, Bieke. Blaf niet, ik ben geen hond. Ja, ik wil mij daar nu niet mee moeien, hè. Maar als dat die van mij was, ja, hè. Kom, dames, we dwalen af, hè. Jij had gekozen, ja. Pascal. En wel, ja. Ook, kijk, hier, die een broekrok. Ja. En dan die chemise. Ja, zeg, mag ik nu eens zien? Oh, hier, zeg, dat moet ik hebben. Dat voske. Oh, en die geel blouse met rode bollen. Oh, dat ja. Vind ik schoon, zeg. Ieder zijn goesting, hè. Oh, maar dat is het, zeg. Dat is het. Zeg, en wie gaat er dat allemaal betalen? Oh. Als je dat maar weet. Een gewone jongen van bij ons. Ja, en hij gaat hier door de verdediging van de kampioenen voordoen waterslagers. Jawel, en dan zit er in. Kom, 1-0. Duidelijke fout in de verdediging. Het zou eigenlijk niet mogen zijn. Het is een kartonnen verdediging. We gaan nu over terug naar de studio voor een sleepje muziek. Tenzij dat gebeurt er wat, de winter is uitgeschakeld. Een pas, een laterale pas van de koning voor het doel. En jawel, hij zit erin. Hij zit met sensatie hier. Hevige reacties natuurlijk. 2-0 voor de knotten. Precies, echt. Ik heb het hem gezegd dat hij het goed moest spelen. Hè. Dat hij dus onverdacht blijft. Hè. Kom binnen dan, even. Ja. Amai. Het is hier voeten dat ik heb. Oh, wat was dat? Wel, Doortje, de jongste in trapste moe. Ja, ze zal s'nachts het meeste afzien, hè, Pascal. Jaloers, Carmen. Oh, wacht nog binnen een paar jaar, dan zullen we wel wat anders zeggen. Maar we hebben toch goed gekocht, hè. Alleen, de checkjes waren niet gedicht. Ja. Maar we wisten wat we wilden, hè, Pascal. Jij wilde nogal veel, hè? Oh, zwijg. Die kon ik niet meer stoppen. Ik moest nog maar naar iets zien of ik had er al goesting in. Oh, ik ken dat, van toen ik in verwachting was. Nee? Nee, dat kan. Zeg, Pascal, ik heb wel vogels, maar geen een elke geest, hè? En op het veld van FC de Kampioen is het ondertussen behoorlijk gaan regenen. De paraplu's zijn bovengehaald en is ook het derde doelpunt gevallen. De kampioenen worden finaal overspeeld. Jawel, een verre pas van de Beulen. Schuiver op doel. Jawel, een goal! Ja! 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 Ze gaan door die verdediging als door boter de voet van Keupels. Jawel, hij zit erin. 5-0, een mooi moment voor wat commentaar van de trainer Oscar Krukke. Vrienden, wil ik me nu 2 minuten gerust laten? Oscar Krukke is op dit moment niet voor commentaar beschikbaar, beste luisteraars. We gaan eens proberen bij de sponsor Balthazar Boma. En de kampioenen nemen risico's, gaat er in de verdediging. Keutels weer naar voren, mooi geplaatst, hij zit erin. 6-0, over naar de studio. Hij moet nu ook niet overdrijven, hè? Die mannen moet ik in de hand houden, hè? Dat is dus in orde. Ik ben weg. Gewoon een muntje. En mijn evidenten? Dividenden. Ja, noem dat gelijk dat geld, als dat maar geld is. Ik ga het halen. Ik zie je straks in de kantine. En daarna regelen we dat wel. Wieke, voor mij een pintje nog. Pa, nog een pintje. Ja, momentje, hè. Dimitri. Pietje Oscar. Ja, direct, hè. Zeg, praktijk, dat is toch nog iets anders dan theorie, hè? Ja, daar heb jij plezier, hè. Plezier? Mm. Ik had u graag die paar centjes van Boma gegund. Een paar centjes, bij gedacht. Als die mannen hadden gewonnen, dan had mij dat zeker 15.000 frank gekost, beste vriend. Zeg, Oscar, breng mij weg aan mijn tafeltje, hè. Twee minuutjes. Hè. Omgekocht, hè. Nou ja, misschien is Xavier omgekocht. Zodat Boma die 15.000 frank niet moet betalen. Omkopen, dat is toch het laatste. Zeg, DDT, jij zijn zo geïnteresseerd in ons ploeg. Waar is dat puntje, Oscar? Ja, Oscar fruitsop. Ik kan niet meer volgen, hè, mannetjes. Pa, 4 puntjes, een koffie, waterke en een choco. Ja, ik word hier zot, hè. En waar is ons ma? Toch weet je naar een of andere vergadering, zeg. Stop een tijger in uw tank. Zie, dat ze er niet uitvallen, hè? Dan kunnen we ermee knikkeren. Los. Wat heb ik u gezegd? Grote manoeuvres. Zeg, man, hè. Dat moet geld gekost hebben, hè. Of dat alleen maar de vrouwen nieuwsgierig zijn. Ja. Hoe lang zou het duren tegen dat sier zijn? Ja.
Ah, wel. Ah, wel. Ja, ah, wel. Ja, je pakt me de woorden uit de mond. Van waar komt het allemaal? Gekocht. Oeh. Wie gaat dat betalen? Van die 10.000 frank. Die jij verdiend hebt. Welke 10.000 frank? Goh, jij is een hypocriet. Ja, je moet niet zeggen dat het niet waar is. Hier zijn de bewijzen. Ja. De lady chef. Oscar. Oscar, dat is een dictafoontje. Drink iets van mij, omdat je zo'n schoon kind hebt, Beke. Hm? Ik heb geen tijd, Dimitri. Heb je iets voor mij bij mijn mans? Ik heb geen tijd, meneer de Demery. Ik moet nog weg voor zaken. Maar, dit is voor u. Is dat in orde? Dat is in orde. Dan is dat in orde. In orde? Ja. Therese, nou! Zeg, waar blijf je dit? Ik denk dat ze daar binnen problemen hebben. 10.000 frank hier. Ik weet niet of dat ik ze zo goed ken. En voor u hetzelfde bedrag. Maar toch goed genoeg om dat te kunnen regelen. Miljarden, ik vring ze en rustig, Oscar, rustig. Ja, ik ben rustig. Zeg, wie was dat, die meneer Bemelmans? Of, jij ook al. Mij houden ze hier overal buiten, hè? Soms zijn er dingen die je beter niet weet, Mieke. Nee. Het is ja. Ze doen het. Geen probleem. Dat is dan geregeld. Dat is verdekken straf, zeg. Wat is er? Maar het is dus niet waar. Zeg, wat denkt u wel niet van ons? Oeh. Een gebrek aan vertrouwen, zo noem ik dat. En vertrouwen, dat is belangrijk. Dat denk ik. Allee, allemaal nog een avond. Ja, hola. Dimitri, klein momentje. Kom eens hier. Klein momentje. Zeg, wat is dat van het omkopen? Wat omkopen? Omkopen, welk omkopen? Hier, dit omkopen. Ze doen het, geen probleem. Dat is dan geregeld. Beste vrienden, ik wou dat allemaal uitleggen. Maar je moet het niet uitleggen, nee. Dimitri. Waar is dat geld? Ja. Geld? Welk geld? Ja, luister, als voorzitter van FC de Kampioenen zou ik je toch wel eens willen... Zeg, de envelop. Welke envelop? Wat is dat van die envelop? Dimitri heeft hier een envelop gekregen. Hé, een envelop? Xavier, kom eens. Maar ja, maar fase. Zeg. Ja. Oh, dat envelopje. Geef hier die envelop. Dat is briefkaart. Ja, maar iedereen krijgt zijn deel. Met dank, FC De Knokkers. Onder. Gij boos wordt, zot ouwe, manneke. Ja, waar is dat geld? Ja, waar is die 30.000 frank? 40. Gij wou dat voor uw eigen ouwe, hè? Maar die Bemelmans heeft mij bedrogen, dat ziet je toch zelf? Ja, kom, 10.000 frank voor Xavier. 10.000 frank voor Oscar. En 10.000 voor Pico. En ik dan, als voorzitter? Maar ik wil dat geld niet, hè? Wel, Oscar, ik ook niet. Ah. Oh, nee, hè, Carmen. Wij laten ons niet omkopen. Wij laten ons niet omkopen. Oh, nee? En wie gaat dan ons kleren betalen? Ja. Kunt u die niet terugbrengen naar de winkel? Moet u niet. Het is Dimitri zijn schuld. Jij moet dat betalen. Maar ik kan toch niet geven wat ik niet gekregen heb? Oh, nee? Dat is dan goeie Dimitrieke. Dat is dan een jaar gratis nazicht voor mijn auto. En de volledige vernieuwing van de lambrisering van de kantine op uw kosten. Ja. En ik wil 20% opslag. Vanaf morgen. En de tournée generaal. 880 frank. Zeg! Ah, voilà. Vrienden. Als voorzitter van FC De Kampioenen beschouw ik dit accident voor gesloten. Ja. De wereld zal weten dat FC De Kampioenen van Baltazar Boma onkreukbaar is. En daarom, Pascal, doei! Goedemiddag. Kom, Pascal.